Oost-Brabant op de Midden-Brabantweg in Tilburg. Surveillanten Erik en Gerard worden ingehaald door een bloedsnelle Mercedes. Die combi loopt. 50 hier, hè? Ja, 50, ja. 11 seconden, 12 seconden. Kijk eens. 113. Dat was wel snel, hè? Was hij, hè? Geef hem maar een stopteken. Stopteken kan hier rechts en meteen aan de kant. Dag meneer. Hi. Willems. Ik trek hem een keer door. Mijn fout. Ja, Willems, hier is snelheid is de reden waarom we aan de kant zitten. Ja, begrijpelijk. Rijbewijs bij. Ja. Stap er even uit. Komt bij ons plaatsnemen. Mijn collega zal het uitleggen. Dag meneer. Hoi. Hallo, mijn naam is Erik Zacharias. Hallo. Ja, ik denk ik trek hem een keer door over het heuveltje. Maar ja, ja. Dat klopt. Dat deed hij inderdaad, ja. Ik zal in ieder geval de meting laten zien. Dan. Mijn opteller ging niet 130. Ja, ja, dan ging iets harder. Nou, zie je rechtsonder zie je de snelheid. En ja, ja. Je bent al uitgelopen, hè? 105, je had er 130, hè? Dan hadden we later nog niet gekeken, want kijk eens, 135, 142, 145. Nou, dan gaan we remmen. De meting wordt afgesloten en die komt uit op 113 km per uur. Ja, het is een momentopname. Je bent niet het antwoord. Ja, dat klopt. Ja, het is wel een momentopname. Maar op het moment dat je, want je bent niet het antwoord verplicht, maar weet je hoe hard dat je daar mag op dat stuk? Ik denk gewoon 50. Ja, dat is inderdaad gewoon 50, ja. Ja, als je dan zo hard gaat rijden, ja. Ja, het is maar een stukje, maar dan nog, hè, het verschil is dermate groot met 50, de maximumsnelheid die daar geldt. Ja, nee, begrijp ik. Ja. Of het nou een stukje is of niet. Dat klopt. Kijk, wij hebben niet verder gekeken, hè, want het was meer dan voldoende. Het kan zomaar zijn dat hij hier op de heikant land ook denkt van nou, ik kan hier ook nog wel een stukje, want hij ging zo lekker. Hij deed het zo goed. Ja, het manier heb je ook. Het is van stoplicht naar stoplicht. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, daar is de openbare weg niet voor. Nee, weet ik. Maar 113 km per uur, daar gaat nog 4 af. Ja. Is 109 km per uur. Ja. Is 59 km per uur te hard. Dat wil zeggen dat uw rijbewijs ingevorderd wordt. Ja. Ja. Het gevolg is dat u dus niet meer mag rijden. Mocht u wel weer gaan rijden, dan pleegt u een misdrijf. Het is nu nog een overtreding, maar dan zou u een misdrijf plegen omdat u dan rijdt met een ingevorderd rijbewijs. Het feit dat u dan meer dan 50 te hard rijdt, wil ook zeggen dat u aangemeld zou worden bij het CBR. Het is echt, ja, een excess, zeg maar. Een momentopname, een keer doortrekken. Ja, en toevallig zitten jullie erachter. Ja, dat klopt. Dat is niet dat ja, dat is toe. Nee. Goed, overal 140 over de. Nee, dat zeg ik ook niet. Alleen wij kunnen het niet controleren natuurlijk. Nee, het is inderdaad een momentopname, maar daar wil ik alleen maar zeggen van, hey, op dit moment rijden wij hier en komen we u tegen en doet u dit. Maar niemand kan mij garanderen dat u dat normaal ook niet doet. Nee. Dus heeft u nog vragen tot nu toe? Nee, duidelijk. Ja? Dan ga ik eventjes even de kennis geven van ontvangst. Iets voor u, dat is het ontvangstbewijs in ieder geval. Dan geef ik u een hand. Ja. Mijn collega die stapt uit, die is al uitgestapt en die heeft nog een dingetje voor u. Ja? Oké, okay. Succes. 113. Ja. 109 na correctie, wat 50 is toegestaan. Steek op in de zak. Ja. Ik heb uw rijbewijs in mijn zak gestoken. Ja, maar die komt alweer terug. Ja, daar komen we weer terug. Transport of ga je regelen of iets? Ja, ik klop wel even naar huis en dan haak ik met mijn vader wel op. Oké, okay. Nou ja. Je hebt uitgelegd, we kregen het uitleggen hoe het verder werkt. Ja, ik heb het allemaal. Fijne avond nog. Jo, hetzelfde. Goed. Jo, doei. De bestuurder neemt zijn verlies gelukkig sportief op. Helaas voor hem zal hij voorlopig de benenwagen moeten nemen.